We staan aan de Kerkstraat. De Kerkstraat is een voetgangersgebied. En er zijn ideeën om te gaan kijken als het interessant is om motorvoertuigen door de Kerkstraat te laten gaan. Om te zorgen dat er meer bedrijvigheid in de Kerkstraat komt. We gaan bij de ondernemers langs en we hopen een paar mensen tegen te komen die hun mening willen vertellen. Ga je mee, Gerard? We staan bij de Sandra's Haarstudio in de Kerkstraat. En we vragen Sandra maar één ding. Auto's door de Kerkstraat. Ja, ik vind het prima. Ik snap wel dat het voor sommige mensen misschien lastig is als je met kinderen hier graag wil winkelen en dat het misschien onveilig is. Maar voor de ondernemers lijkt het nog een goed idee, voornamelijk voor de servicewinkels, hetzij tv-winkel of voor ons. Wat makkelijker parkeren, blauwe schijf is er al, dus het korte duur parkeren is daardoor al gewaarborgd. Een vraagje aan jou. Bestond jij al op het moment dat die auto's al door de Kerkstraat in gingen? Nee, volgens mij niet. Dat was toen nog niet. Dus nee. Je hebt geen ervaring eigenlijk met auto's, hoe dat zal uitpakken? Ik weet nog wel waar ik vroeger zeg maar gewerkt had. Daar kon dat wel. En ik weet wel dat het heel positief was. Ook voor de bedrijven die op dat moment in dat straatje zaten. Ik denk nu dat het toch een hele andere tijd is dan dat het eerder was. Mensen willen snel. Hè? Om dan te voorkomen dat je online gaat, kun je in plaats daarvan de auto weer bij de deur zetten. Ik denk dat heel veel mensen dat graag willen. We staan bij de winkel van Kaars Potsen. En ook hier vragen wij wel of geen auto's door de Kerkstraat. Ja, ik ben wel voorstander van auto's door de Kerkstraat. Ik heb dat meegemaakt vanaf 1980 hoe dat vroeger was. Gewoon zoals nu ook, gewoon tot gewoon overdag mag je met auto's door de Kerkstraat. Op zaterdagen niet, dan moet er gewoon een kettingje voor en dan niet. Zoals nu ook, je moet dan gewoon door de straat 6 of 8 kleine parkeerzones neerzetten waar 2 of 3 auto's kunnen staan. En de witgoed, jongens die hebben daar wat aan, ik ook. Ik kan het in het land ophalen en die kan ik hier voor de deur uitzetten. Dus dat is voor mij ook al een reden om het wel te gaan doen. En wat ik zelf ook vind is, het druktebeeld is dusdanig dat een auto er best door kan. Het is niet zo dat je gelijk moet denken aan ongelukken met kinderen enzovoort. Nee, het is een spanningsveld, een druktebeeld, wat gewoon zorgt dat zo'n winkel de straat wat meer leeft. En dat is voor mij ook een reden van, goh, doe het maar. Er zijn in Nederland te veel kleinere plaatsen zoals deze, waar je wel met auto's door de straat kunt. En wat gewoon een voorbeeld is dat het gewoon werkt, hoef je niet bang voor te zijn. Dus ik ben voorstander van auto's door de straat. Alleen wel gecontroleerd, met een 10 kilometer, niet harder. En voor mij als kan geen brommers, wel auto's. Een auto is meer controleerbaar dan een brommer of een scooter. En zoals fietsers, kijk prima, dat geeft reuring, dat geeft een beetje een druktebeeld. En Groningen, Vismarkt, dus, dat brede zebrapad, dat is het meeste aantal passanten van Nederland. Autobussen, auto's door de straat, gezellig, druk. Mensen passen op, het is reuring en je hebt een druktebeeld. Dus tijd voor verandering in Kerkstraat. Ik vind van wel, ik heb het meegemaakt dat het toen kon. Ik was toen al tegenstander van eruit en ik ben nu weer voorstander van erin. Ik stel maar één vraag, wel of geen auto's door de Kerkstraat in Veendam? Ik heb het gelezen in de krant en het gaat om het achterste stuk, hè? Dit stuk. Dit stuk? Ja. Oh, dit stuk, dat had ik niet begrepen. Lijkt me niet zo verstandig. Tenminste, moeten er wel wat aanpassingen komen, denk ik. Denkt u daar heb ik nog niet echt zo over na. Ik dacht dat het over het andere stuk ging. Dus, wat denkt u? Zal dat voordelen of nadelen voor de ondernemers zijn? Ik denk niet, nee. Ik denk voor de... De situatie wordt er denk ik gevaarlijker op met de auto's. Want lijkt me toch niet zo'n goed idee. Het is moeilijk hè, om te oordelen. Is het wel of niet goed? Hè? Nee, daarom. Het is moeilijk gedeelte, maar... Het lijkt me niet verstandig om hier auto's door te laten gaan. We staan nu bij Coco Woman. Woman, zeg het er goed? Ja hoor, helemaal ja. Goed. Ja. Het is eigenlijk, volgens Google is dit de Kerkstraat. In de volksmond noemen wij de verlengde Kerkstraat. En we dachten, we gaan Wilma eens even vragen, want die heeft jaren ervaring met auto's die hier voorlangs rijden, voor de winkel. Ja, dat klopt. Wij zitten hier al, ik geloof al een jaar of 12.
En toen ik hier kwam, was het druk met verkeer. Hè. We hadden de supermarkt hier. Later werd dat de Jumbo. En ja, dat is nu al een tijdje dat dat dicht is. En daardoor is het verkeer wel minder geworden. Het levendigheid is minder geworden. De straat is een beetje doodgebloed. En dat is eigenlijk heel jammer. Ik vind het leuk, een straat waar leven is, waar wat gebeurt. Betekent dat voor jou als ondernemer zijn dat het belangrijk is dat je een grote winkel om je toestaan hebt om klanditie te krijgen? Ja, absoluut. Wij hadden heel veel klanten die gingen hun boodschappen doen en die kwamen dan ook even naar de overkant. En dat missen we wel heel erg. Ja. Ervaar jij het verkeer wat die langs, en dan doe ik ook een beetje terug naar de jumbo-tijdpiep, hè, Gera's, gevaarlijke situaties? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Nou ja, ik woon zelf in Zuid-Laren. Dat is ook een winkelstraat met veel verkeer. En dat geeft altijd reuring. Is gezellig. Als je door Zuid-Laren rijdt, is daar levendigheid. En ja, dan denk ik, dat moet in Veendam minstens zo kunnen leven als dat het in Zuid-Laren ook doet.